Check. Ik heet Mark Schilders en ik speel drums. En ik heb gecomponeerd voor het Rotterdam Jazz Orchestra een stuk dat heet Nostrand. De titel komt van een vriendin die tijdens het schrijven, of net voor het schrijven van een stuk bij mij op bezoek was. En die had ik heel veel jaren niet gezien. Die kwam uit Amerika op bezoek. Het is best wel een beetje een melancholisch stukje. Een beetje emotioneel. Een beetje melancholisch dat je echt terugdenkt aan iets van wat jaren geleden was. Maar eigenlijk niet meer is. Maar dat kwam dus heel even terug in mijn leven. Omdat iemand op bezoek was uit de andere tijd, zeg maar. Ik denk dat dat vooral het gevoel is wat doorgecijpeld is in de compositie. Ja. Ik heb het helemaal op gitaar geschreven, ja. Ja, met flink ritmisch element, wat dan weer van het drummen afkomt, zeg maar. Voor mij is het altijd interessant, omdat ik heb niet het gevoel alsof ik orkestraal kan arrangeren of zo. Dus voor mij gaat het dan heel erg uit van een soort basisstuk, wat dan eigenlijk in dit geval zeker. Maar meestal denk ik het vanuit gitaar-trio, omdat dat de ritmesectie is. En dan vul ik dat aan met blazerssecties. Niet dat ze per se ondergeschikt zijn, maar meestal is het wel vanuit die gedachte. Ik denk gewoon, en waar moet er dan iets bij? Wat hoor ik dan? En dan is het gewoon MIDI. Daar moest ik vandaag over nadenken en ik denk 8 of 9 jaar. Ja, toen dacht ik, wow, ik word oud. Ja, bijna 10 jaar. Voor mij is dit orkest heel intuïtief. We kunnen heel snel van chaos naar georganiseerd. Ja, het heeft gewoon heel veel persoonlijkheden waardoor het heel erg borrelt. En dat vind ik super interessant. Cool. Nice.